Alina, ons breekijzer. Scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. Ja, we zitten met een historische personeelstekorten. Voor elke 100 werkzoekenden zijn 133 vacatures. Misschien is het dan slim als je zegt van, goh, wij vinden deze sectoren belangrijk, wat ik net ook zei tegen Frank. We gaan daar wat meer geld aan geven dan naar sectoren waarvan we denken, nou, dat loopt wel en is niet zo heel belangrijk. Kijk, met dat laatste wat je zegt ben ik het eens, maar met de stelling dus niet. Ik denk keuzevrijheid is heel belangrijk voor ons als mensen om ons te ontwikkelen, maar ook onze talenten te vinden. Tegelijkertijd denk ik, ja, sectoren zoals de bouw, zoals de zorg, zoals ook toekomstige beroepen voor die nodig zijn voor de klimaatverandering en de klimaataanpassing die we doen, die zou je wel kunnen beter stimuleren. En dat doen ze nu in het onderwijs heel goed door bijvoorbeeld opleiding goedkoper te maken. Zeg maar, er zijn andere regelingen waardoor je het andere studies aantrekkelijker maakt, maar juist die keuzevrijheid die mensen hebben wel behoudt. En ik denk dat de kern is waar ik achter sta. Ja, dus je moet wel stimuleren dat mensen iets zinnigs gaan doen. Nou ja, dat is ook weer een beetje flauw. Zo bedoel ik het helemaal niet. Nee, maar ik bedoel meer, je moet stimuleren dat mensen een baan gaan vinden of behouden in een sector waarvan wij vinden dat, met z'n allen vinden dat het relevant is voor de maatschappij. En ja, als mensen iets anders willen doen, dan moet je dat ook mogelijk kunnen maken. Precies. Dus en ook als iemand iets anders wil doen, doe dat vooral. Maar wij kunnen met allemaal dingen wel mensen stimuleren om andere beroepen te doen. En uiteindelijk, ik denk, geen enkel beroep is nutteloos. Mm-hmm. Want uiteindelijk zijn mensen moeten geld verdienen. En als ze dat kunnen doen, dan is dat goed. Maar ik bedoel, mijn studie wordt ook een pretstudie genoemd. Terwijl ik denk, het is hartstikke belangrijk, want social media managers zijn de toekomst. Ja. Maar goed. En wat doen wij hier nou eigenlijk met, met het rare kletsen op de radio? Ja, dat is toch ook geen vak. Maar dus alles is het redelijk belangrijk, maar je kan wel inderdaad gaan sturen, zeg maar. Maar dan zou ik niet het geld weghalen bij de opleidingen, zeg maar, bij de werkende mensen. Mm-hmm. Ik zou juist gaan kijken hoe kunnen we het, zeg maar, aantrekkelijker maken om die studies te doen. Met andere regelingen. Fennelly, scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Kijk, die stapsubsidie, dat is voor mensen die maximaal een mbo-opleiding hebben gedaan. Dus die gaat sowieso niet naar leraren, want die zijn hoger opgeleid. Dus dat één. Er blijkt uit onderzoek dat het met name gaat naar coaches en naar nagelstylisten. Nou, volgens mij hebben we er daar genoeg van. En hebben we echt krapte op de arbeidsmarkt. Inderdaad, in onderwijs, zorg, techniek, IT. Zorg dan dat dat geld daarheen gaat. Weet je, het is belastinggeld. Hebben we met z'n allen opgehoest. Mm-hmm. We hebben een groot probleem op de arbeidsmarkt. Er zijn echt sectoren waar het nu stagneert. Waar dingen niet voor elkaar moeten komen, die wel voor elkaar moeten komen. Laten we dan dat geld gewoon daarvoor gebruiken. En mensen die 1.000 euro als tegemoetkoming geven in een overstap maken naar die sector. Ja. In die sector. Ja. Ja, dat we, ja, en natuurlijk moet je blijven ontwikkelen. Het is hartstikke belangrijk. De meeste werkgevers hebben daar ook gewoon een potje voor. Om mensen beter te laten worden in hun vak. Dus dat is helemaal prima. En er is werk zat. Dus Van Gennep die zegt dan van, ja, het is om mensen uit de bijstand te halen en zo. Nou, volgens mij is dat nou niet het grootste probleem wat we hebben. Ja. En vind je het ook inderdaad een taak van de staat om dit te doen? Want je zegt inderdaad, ja, bedrijven hebben daar potjes voor. Het staat in veel cao's bijvoorbeeld. Dus ja, waarom moet mevrouw Van Gennep dat financieren? Ja, goeie vraag. Dus zeg ik, als je dan toch iets wil financieren, doe dat dan iets wat helpt om die krapte op die arbeidsmarkt te verlichten. En ga geen mensen opleiden voor cursussen waar we er al genoeg van hebben. Ja. Ons breekijzer, scholingssubsidies moeten alleen naar sectoren met de grootste banentekorten. Als je daarop wil reageren, dan pak je nu je telefoon en bel je 020-468-4x0. Gaan we even luisteren naar onze grote vriend Hans Bies Heuvel van ONL. Ja, ik gun iedereen de cursus mindfulness, maar ik gun nog meer iedereen een betaalbaar huis en een lage energierekening en handen aan het bed als je onverhoopt in de zorg terechtkomt. En het is zo acuut op dit moment, we moeten er echt met veel meer prioriteit aan de slag. Ja, en ook hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen die spreekt de woorden van gelijke strekking. We gaan een aantal dingen prioriteren
En die krijgen meer gewicht, meer aandacht en misschien ook gewoon inderdaad meer budget. Ja, jouw collega Ton Frank die zegt er moet meer budget naartoe. Zou je het daarmee eens zijn? Want het is al best een sloot geld. 160 miljoen kost die regeling. Hij is ook heel populair, want in mei stond de deur open. Toen was het binnen anderhalve dag was het allemaal weer uitverkocht. En nu moeten mensen die er interesse in hebben, die moeten tot juli wachten. Goed om daar meer geld naartoe te sturen naar dit soort programma's? Nou ja, ik denk eerst dat je een goede evaluatie moet houden van de programma's om te kijken of ze effectief zijn. Ik denk dat wat je nu ziet, is dat er daar waar al veel scholing plaatsvindt, hè, dat scholing in de ja, van dit soort opleidingen, voor dit soort opleidingen, dat je ook ziet dat die gewoon de mensen die daaraan deelnemen ook gewoon dat budget gaan aanvragen. Dus de vraag is in hoeverre wordt scholing nu echt gestimuleerd via deze regeling? Of is het gewoon zo dat men toch al van plan was die opleidingen te gaan volgen? Ja. En betaal je daar gewoon aan mee dan als belastingbetaler? En dus moet je eigenlijk kijken in hoeverre we ook gaan zien dat er ook extra geschoold wordt. En dan kun je ook, als je dat weet, dan kun je ook kijken of dat misschien voor sommige sectoren meer rendement heeft gehad dan voor andere sectoren. Uh-huh. En na zo'n evaluatie kun je ook zeggen laten we het gaan uitbreiden of niet. Op zich is het wel zo dat er in Nederland al jaren een dalende trend is eigenlijk in het en het leven lang leren, het leven lang ontwikkelen tegenwoordig. En dat er wel goed is om dat te stimuleren, denk ik. Om leren op de werkplek en leren contextgericht leren. Dus in verband met je baan, om dat te stimuleren. Ja, dat lijkt me op ja maar dat doet deze regeling niet. Deze stapregeling is gewoon voor, nou ja, wil jij een cursus, weet ik veel, bloemsierkunst doen? En ben je, iets heel anders, dan kan dat gewoon. Ja. Dat is heel iets anders dan dat je zegt van nou, ik ben al timmerman en ik wil nu leren om ook meubels, zeg maar wat, hè, meubels in elkaar te zetten. Dus ja. Dat kan ook, ja. Dat kan. Maar goed, ik wil toch niet al te snel de nagelstilistjes en de bloemsierkunst terzijde schuiven. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat er degelijk een economische waarde aan zit als je als mensen daarvoor willen betalen. En er zijn speciale cursussen voor om je verder te specialiseren. Dan heeft dat wel degelijk ook een rendement. Ja. Dus ik zou daar niet te snel een conclusie over willen. Nee, maar het gaat over rendement versus noodzaak. En het is noodzaak dat we die krapte in het onderwijs, in de zorg, in de techniek, dat we die oplossen. Daar moeten we wat aan doen. Ja, nee, zeker. De krapte speelt een rol. Dat is een van de argumenten. Een van de argumenten voor deze regeling. Het gaat ook over ontwikkelen. Je ontwikkelen als vakman of vakvrouw, hè? Daar gaat het ook over. En het leervermogen gebruiken dat er is. En dat zou je goed moeten bekijken. En het is dus niet, het gaat niet alleen maar over personeelstekorten. Er zijn ook al heel veel andere regelingen, ook in de bouw. De scholingsfondsen. Er wordt ook vaak geklaagd over dat de scholingsfondsen onvoldoende benut worden. Dus binnen de verschillende sectoren. Met name de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn er juist heel weinig regelingen. En dat is juist het mooie van deze regeling. Dat ook die mensen daar gebruik van kunnen maken. Voordat ik naar Johan ga, want die haakt aan de telefoon, even naar Alina nog. CNV bijvoorbeeld, die kijkt naar de vakbond. Die probeert het op een andere manier aan te vliegen. Die zegt van ja, we moeten gewoon een soort aparte leerrekening maken per Nederlander. Daar komt dan een budget op. En dat kan je dan uitgeven, want zij zeggen dat stapbudget, ja, dat komt eigenlijk bij te weinig Nederlanders terecht. Ik zei dat loket is binnen anderhalve dag dicht. En de mensen die het hardst nodig hebben, die vissen achter het net. Dus zouden we het handiger moeten regelen, Alina? Ik denk dat we heel veel dingen handiger kunnen regelen. Maar wat ik wel nog wil zeggen is de dalende trend van dat minder wordt geïnvesteerd in het leven lang ontwikkelen. Dat zie ik ook. Tegelijkertijd zie ik ook de dalende trend dat we überhaupt minder gaan investeren in onderwijs. En ik vind dat eigenlijk nog zorgwekkender. Want daar begint het ook allemaal op. Zeg maar, heel veel van onze problemen beginnen al in het onderwijs. Laten we eens gaan kijken om dat serieus te nemen en ook eens een keer gaan investeren in het onderwijs in plaats van alleen maar te bezuinigen.